Yo mensen, bij een nieuwe aflevering op mijn kanaal. Dit wordt gelijk opgenomen naar de vorige aflevering. Dit wordt deel 3. En ook gelijk missie 3. En daar hebben jullie er zin in? Ik wel, dus laten we gelijk die missie ingaan. Hey Bibi. En die hond is er ook nog steeds bij. En ze zit me zo aan te kijken van... Mag ik eten? Mag ik eten? Ik wil eten. Ik wil eten. Jij wil je eten? Ja, die staat gelijk op als ze eten hoort. Ja, voel hè. Eten. Ja, ik ga de quiz als ik zeg eten. Hé, hey, hondje. Ja. Zo. Ja, wat zit je weer geluid te maken? Met je hoofd. Oké, deze missie is iets... Ik weet niet, ik vind het gewoon een foute missie. Deze doet me ook een beetje denken aan Lord of the Rings. En waarom, dat zien jullie zo wel. En die hond is lekker aan het grappen. Ik ga zo spelen. En dan wil ik hier een kanon. Een soort van, het mortier. Ik noem het gewoon bombard. Nee, ik hou het lekker bij een kanon. Kijk, en in de vorige video zagen jullie dat ze er anders uitzagen. En nu zien ze er zo uit. Dan zie je van... Oh, totaal niet zo boeiend. Want volgens mij zijn ze alsnog niet sterk tegen wat grotere dingen. Dat klopt, maar ze zijn wel, ze kunnen wel heel snel die guys nu killen. En nu zijn het er 4. En nu zijn het er 2. Niet omdat ze dood zijn, maar omdat er een tijd in zit langs ze leven. En omdat... je zal er misschien 4 tot 6 is de max shit die je echt zo snel mogelijk neer kan zetten. Zie je hier weer 4. Dat is omdat anders... Dan zet je er al 1000 neer of zo, 100 of 20 neer. En je hebt nog één baas staan. Die eindbaas is niks. Echt waar. Anders moet je even iemand anders video's kijken om het wat meer te snappen. Ja, mooi, ik kan upgraden. Ik kan in deze missie nog steeds niet hoger dan dit. Dat is wel jammer. Maar ja, weet je. Je kan ook niet alles hebben, nee. Difficulty. Ik weet dat ik deze niet kan halen met de hard difficulty. En de normal misschien ook, maar dat is gewoon even geluk hebben. Okay, nou, de healers zijn dood, dat waren healers, die guys die van je halen, de gingers. Het zijn magiërs. Zo simpel is het. Ze zijn irritant. En ze zijn redelijk makkelijk te killen. Maar ja, het blijft toch irritant ook. Dus, je snapt hem. En wil je dit ook spelen, dan ga je naar Google Play of naar spelletjes.nl, want daar heb je de demo van het spel. Hier heb je wel wat meer kans om te spelen, ook is die ook gratis. En ja, dan heb je niet de volledige game. Voor 10 euro op Steam heb je de volledige game, dan heb je ook alle heroes. Die speel je zeg maar qua missie uit en je hebt... Je snapt hem. Maar ik ga geen 10 euro betalen voor dit, tenzij ik alle skins erbij krijg of alle popjes. Dan misschien, maar dan koop ik liever de Frontiers dan deze, want Frontiers is echt wel een van mijn favorieten, denk ik. Oh ja, dus nu hier, dat los ik natuurlijk zo op. Ook al is het vorm van de vuurbal, boeien. Ik plaats hier gewoon als een ding. Ja, ik kan hem ook hier kunnen gooien, dan heb je er gelijk 2 te pakken, maar ja.
Nou ja, gelukkig heb ik die guy zo hoog. Uiteindelijk gooien ze speer. Dat is echt fucking chill. Uiteindelijk kan je dus guys in die in de lucht zitten, die kunnen ze uit de lucht gooien. Dus dat is best wel fijn als je bijvoorbeeld alleen maar dit kan doen. Maar ja, uiteindelijk merk je dat ze niet goed genoeg zijn om ze allemaal te pakken en dan verlies je. Dus je moet een beetje alles gecombineerd doen. Ik heb een hele lange tijd alleen maar tovenaarstorens geplaatst bij elke missie. Kijk, dit bedoel ik. Dit was die orgai. Dat zijn grote orks met knotsen die de tieren hebben. En ze zijn zo groot. Laat ik even vergelijken hoe groot ze zijn. Ja. Ze zijn 3-4 keer het poppetje die ik net neerzet. En dan nog even 5 keer spreken. Ik zou hem ook bij hem kunnen gooien, maar hij is koud, dus hij is wel best sterk. Alleen ja, tegen dit, tegen die en die. Uit mijn hoofd 2. Ja. En daarna komen er van die goblins achter. Denk ik hoor. Toch? Nee, orks. Nog erger. Ja, als jullie nou op deze focussen, hè? Want die tovenaarstoren die is sterk genoeg om zelf te pakken. Klem op, bam. Ik heb wel met een tovenaarstoren. Deze is een groot probleem. Ja, dat merkte ik al. Oké, wacht. Laat alleen maar mortieren daar. Pam, pam, pam. Kijk, het lijkt toch meer op een mortier dan een bomtoren. Artillery. Bomtoren. Adept Tower. Marcusman. Foodman. Oké, dat had ik niet eens door. Dat die namen zijn veranderd door. Dat had ik niet door. Maar nu heb ik het wel. Zo, en zo speel je missies. Dus wil je elke missie 3 starren? Kan je nog geduld dringen? Maar kijken, ciao, als je deze missie 2 star, zou ik gewoon even zeggen, kijk deze missie en dan, of kijk deze video en dan heb je hem eigenlijk wel. Zo. Dan heb je hem eigenlijk wel. Kijk, dat is beter. Vet, we hebben nu een van de laatste levels voor dit fucking ding. En dan gaan jullie ook de volgende video zien. Oh, we hebben nu de eerste hero. We hebben de, hoe heet die guy? Sir Gebrot Lightseeker. Dit is zeker een sterke. Ik heb deze guy heel lange tijd gebruikt in plaats van die. Waarom? Dan zou je denken van, maar waarom? Hij is toch veel sterker? Ja, dat kan je ook zien als je kijkt naar de stats en de krachten zelf ook. Maar deze guy, hij is gewoon echt geweldig als je ermee speelt. Ik zou een keer zo'n poppetje kunnen halen. En dan haal ik sowieso deze, denk ik. Maar hij is 5 euro, dus dan wordt het alsnog een van deze 3. Misschien deze. Nee, 3 euro is ook gewoon te duur. Eurotje kan nog wel. 10 cent helemaal. Dus ik zal het dus als 2 kunnen halen. Maar dat zie ik wel. We hebben nu 610. Ik ga waarschijnlijk alleen maar deze kopen. En deze, misschien ook deze. Dus alleen, kijk, die 3. Want dat zijn echt de 3 chillste. Oké, we gaan nu deze doen. Op de... No artillery. Ik ben gekoofd. Ik doe deze wel op de normale man. Hoeveel rondes heb je met deze? 86? Ja. Ja, maar zo ziet hij er dus uit. Ik had het eigenlijk niet aan moeten klikken. Dan spant hij zeg maar daar. Maar omdat we nu zoiets doen, dan heb je hem zeg maar niet. Helaas. Maar dat is niet erg. Stand tactiek is net. Ik denk het wel. Ja joh, waarom niet? Het werkte net ook, dus waarom zou ik het nu niet gebruiken, toch? Ja. Wat komt er? Oké, ik heb een goede keuze gemaakt. Ik was... wat was het ook weer? Oh ja, die. Oké, ik ben blij dat ze een beetje gefocust zijn. Gefocust zijn, deze mogoltjes. Anders hadden we ook weer problemen mee gehad, maar... Het valt nog mee.
kill even wat sneller. Come on. Ik wil patch horen. Niet bam, maar patch. Dat wil ik horen. Oh ja, geef me maar gelijk een fucking healer. Maar ik ga die vuurbal niet eens nu gebruiken. Dat is kut van alles. Vuurbal op zijn hoofd. Pam, 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 pam. Kijk, nu kan ik hem wel gebruiken. Dan heb ik hele zoot van die vuurbeltjes en dan ook. Ah, jongen, die healer is zo kut, jongen. Jongens, wat zei ik jullie? Deze missie wordt een stukje moeilijker dan de rest. Maar misschien dat ik hem nog kan halen. Ik hoop het in ieder geval. Hey, wat ben je wel even van plan? Je gaat helemaal niet doorlopen. Je gaat helemaal niet doorlopen. Eef niet. Ah, oh, jongens, als ik die vuurbal nou nog had gehad, jongen, niet net wat verneukt. Verneukt, ik heb helemaal de moeder. Ik heb het helemaal verneukt. Of nou. Hou ze tegen. Hou ze hier tegen. En vuurbal. Oh, en dan komen net die dikzakken aangelopen, ja toch? Hier, doe dat maar. Zodat het iets doet. Vast niet, maar goed, ik hoop het van wel. Nee, je loopt weer door. Oh, lekker, hebben we tegengehouden. Kom op, geef me vuur, geef me flikken. Ah, nee, het hebben we verloren. Fuck, jongen. Heel kut, kijk dit dan ook. Hoe moet ik dit halen met wat ik nu heb? Oké, we gaan de difficulty even wat lager zetten. Wat ik al zei, het wordt een stukje lastiger. Hey, baby? Ja. Nee. No heroes, ja, dat vind ik wel heel jammer, jongen. Heel jammer game. Zelfde tactiek als net. Ja. En waarom ik dat ga doen, is omdat het god fucking flik is om je kut opnameprogramma. Ja, niet daar. Lekker daar staan. Waarom? Omdat de difficulty nu wat lager staat. Het zal vast wel meevallen nu, hoop ik. Tuurlijk, die guy heeft het ook al overleefd. Oh my god. Hou die healer tegen, echt wel, hou die fucking healer tegen.
Nee. Door, jongen. Ja, goed zo. Ik ga lekker vechten. Dit is gewoon te lastig, ik red het gewoon. Ik kan alleen nog die deurtjes slaan. Ja, ze blijven ook nog komen, jongen. Ik zeg, dit is missie 5, hoe moet ik dit doen? Gewoon nu. Misschien als ik zo doe nu. Ik red. Ja. We hebben gewoon niks meer, vriend. Ik heb gewoon helemaal. Ik ben tegen te houden. Houd. Oh, geen range. Je hebt ook de range niet. Nee, gek. Oh ja, je gaat hem. We blijven echt fucking vechten met de ijsdracht. Charge! Ik wil deze keer. Dat is kut. Ik doe die missie later gewoon een keer. Dit was de video van vandaag, jongens. Ik ga hiernaar er nog eentje doen. Nog zo'n video. Waarom? Ik wil eigenlijk het spel gewoon even uitspelen. Dus ik denk dat de volgende video wordt een, een road to the eindbaas, denk ik maar. Want nu komt de meest kutste missie er is, deze. En gewoon van alle missies die ik ooit heb gestaan in het spel, is deze het meest kut. En waarom? Dat gaan jullie zo meteen zien. Dus ik zie jullie bij de volgende aflevering.